al langer mee. Ik ben nu alleen sinds, eigenlijk sinds een week of zes weer bezig met mijn herstel. Maar ik werk al eigenlijk al 12 jaar met Errol. Ja, nou ja, dit is voor mij natuurlijk fantastisch dat je met de beste atleten van Nederland mag trainen. Ja, dat is voor mij briljant. Die gasten zijn zo ongelooflijk goed met hun sport bezig. En eigenlijk zo ondergewaardeerd, weet je wel. Waar voetballers en tennissers heel veel aandacht eigenlijk altijd krijgen in de media. Ja, is het bij deze jongens veel minder. Terwijl ik wel durf te zeggen dat zij misschien nog wel het beste van iedereen met hun sport bezig zijn. Ik ben iedere dag met Errol bezig. Ik doe iedere dag 2 à 3 uur tennistraining. En dan iedere dag 1,5 à 2 uur loop- of conditietraining. Bij Errol 3 keer of 4 keer in de week met de jongens en de meiden mee, met de sprinters. En dan 3 of 4 keer in de week privé met Errol. Ik heb een jaar niks gedaan. Ik ben begin vorig jaar ben ik gestopt met professioneel tennis. Wat motivatieproblemen, maar ook wat familieomstandigheden. Ik heb een broer die een dochtertje had van 4, die heel ziek was. En die had een hersentumor. En tennissen is 35 weken per jaar is het reizen. Nou ja, op het moment dat er zo'n drama in je familie voltrekt, wil je maar één ding. En dat is zo dicht mogelijk bij je familie zijn. En begin van het jaar, van dit jaar, heb ik besloten om weer te beginnen. Dus ik heb een aardige achterstand. Ik heb een jaar weinig gedaan. Alleen ja, als je iedere dag hier zo 2 uur maakt, dan maak je fysiek gelukkig wel weer grote stappen. Nou, ik begin over een maand ongeveer met wedstrijden. Ik heb nu een maand hier getraind en ik ben goed op weg. Ik was een beetje 10 kilo te zwaar. Dat is nu nog 1,4 kilo. Dus als je goed bezig bent en je let er met je eten op, gaat het gewoon heel erg hard. Dus die lijn wil ik nu gewoon nog een week of 4, 5 doortrekken en dan ben ik wel weer klaar voor wedstrijden. Nou ja, ik ben natuurlijk ook gewoon goed met mijn sport bezig. En met tennis ligt het anders. Wij moeten fit zijn, maar wij kunnen natuurlijk compenseren met een balgevoel, met een situatie, anticipatie. Nou, dat zijn natuurlijk dingen die hardlopers en sprinters niet hebben. Kijk, zij doen er gewoon alles aan om iedere keer maar weer 1/10 of misschien wel 100ste van seconde sneller te zijn. Dus zij zijn gewoon nog gespecialiseerder in alles op elkaar afstellen. En dat is voor mij weer een hele grote motivatie en mooie leermomenten ook om met die jongens te trainen. Ik vind het zeldzaam schandalig dat de jongens als Patrick van Luik en Robert Lathouwers, die allebei gewoon top van Europa zijn en potentieel top van de wereld, dat die jongens erbij moeten werken om hun topsportcarrière te bekostigen. Ik kan me niet anders voorstellen. Ik ben nu al 12 jaar proftennisser en in het tennis gaat dan wat meer geld om. Alleen ik zou me niet bij voor kunnen stellen om 2 of 3 dagen in de week te moeten werken om daarvoor mijn trainingen te bekostigen. Dat gaat gewoon ten koste van mijn energie, dat gaat gewoon ten koste van mijn rust en daardoor ten koste van je prestaties. En als we dan 2 van zulke talenten in Nederland hebben en weet je dat dan met geen mogelijkheid bekostigd kan worden en dat die jongens gewoon 2, 3 dagen in de week moeten werken om daarnaast te kunnen trainen, ja, dat kan er bij mij niet in. Het zijn allebei uithangborden voor Rotterdam, maar ook gewoon voor Nederland. En ook gewoon voor een NOC. Deze jongens die hebben straks gewoon, als ze zo doortrainen, zoals ze de progressie die ze hebben gemaakt in de laatste 4 jaar, als ze die doortrekken, dan zijn het straks gewoon medaillekandidaten in Londen. Ja. Nou ja, daar moet mijns inziens als topsporter, moeten zij daar alles voor kunnen doen. En als je daar 3, 4 dagen in de week voor moet gaan werken om daarnaast nog je trainingen te doen, dat gaat gewoon ten koste van je prestaties. Zo simpel is het. En deze jongens hebben een uitgelezen mogelijkheid. Ja, dan hoop ik dat er een situatie te creëren is waarin zij zich volledig op hun sport kunnen richten.